Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Coronafit Bewegen en Gezondheid. Vandaag weer gericht op de gezondheid. Ze zeggen altijd, de belangrijkste maaltijd van de dag is je ontbijt. Dus ik wil vandaag samen met jullie granola gaan maken. Wij doen dit thuis al een tijdje. Voorheen aten wij altijd brood, boterhammen in de ochtend. Maar nu doen we granola yoghurt met kwark. Nou ja, wat heb je nodig? Je hebt nodig 200 gram havermout, grove vlokken. En verder pompoenpitjes, kaneel, een notenmix, een ahornsiroop. Ik probeer die altijd te kopen bij de Aldi in de aanbieding, want dat is best wel aan de prijs. Dan hebben we verder nog kokosolie nodig. En als het uiteindelijk in de oven geweest is, ook nog rozijnen. Nou, verder een bak, een lepel, een weegschaal en een machine, een mixer. We beginnen met het afwegen van 200 gram havermout. Ja, dus die zetten we op nul. En dan kan de havermout in de bak. Precies 200. Komt mooi uit. Zo, die kan terug. Oké, die hebben we niet meer nodig, de weegschaal. En dan ga ik een beetje kaneel toevoegen. Gewoon een beetje op gevoel. Dan ga ik wat pompoenpitten toevoegen. Ik doe er altijd wel flink wat van in. Laten we zeggen twee handjes. Ja, die kan ook weg. Dan pak ik alvast de kokosolie. Twee eetlepels doe ik daarvan in. Ik heb dat nu niet gedaan, maar het is handig om hem al wat eerder uit je kastje te halen en een beetje op te warmen. Zodat hij wat vloeibaarder is, want dat is hij nu niet. Dus je ziet, nou, het blijft lekker aan de vingers plakken. Oké. Die hebben we gehad. Dan hebben we nog de ahornsiroop. Daar doe ik ook twee eetlepels van. Ja, dat kunnen we gewoon zo afmeten. Oké, die zit er ook in. En dan zet ik deze eventjes hier neer. Want dan gaan we naar de noten. Nou, je wil niet hele noten erin hebben. Dus je gebruikt eventjes je keukenmachientje, als je die hebt. En anders kun je dat natuurlijk ook gewoon met een mes groot hakken. Even de oren dicht. Ja. Zo. Dan zetten we daar neer. Pakken we ons bakje er weer bij. Mooie grove noten. Oh, viel wat op de grond. Die gaan er ook bij in. En nu gaan we het roeren. Ja, en ik doe dat nu met een lepel, maar het is beter om met de vork te doen, aangezien je die kokosolie erbij hebt. Dus ik ga nu even verder met de vork, want dan kun je dat er ook een beetje door heen prakken. Nou, dus eventjes werk. En aan de andere kant valt het ook nog wel mee. Als je dat nou gedaan hebt, dan gooi je het uiteindelijk op een bakplaat met een velletje bakpapier eronder. En dan een beetje afhankelijk van je oven. Ik doe het meestal in het midden van de oven, 180 graden. En dan een minuut of 18.
Maar dat is dus even, moet je even zelf uitproberen. Als jij merkt van, hé, het gaat nu te hard, het moet niet zwart worden natuurlijk. Dus 180 graden, 18 minuutjes. Haal je het eruit, laat je het afkoelen. En dan doe je als laatste doe je nog gewoon de rozijnen er doorheen. Het geeft het ook een beetje zoete smaak. Hoeft niet natuurlijk, als je helemaal op de gezonde toer wil gaan. Maar goed, er zit al wel wat smaak. Smaakverwerkers doorheen. Maar in principe kun je deze dan gewoon in je bakje doen 's ochtends. 1 of 2 scheppen kark erbij. Een klein scheutje yoghurt. En dat is het. Je zou nog wat fruit er doorheen kunnen doen. Een kiwietje of een banaantje. Maar dat hoeft uiteraard niet. Ja, de bakplaat. Dan kan het nu overheen. Dus ik kan zo beneden de oven aan gaan zetten. Meestal maken wij 2 porties in 1 keer, want dan hebben we zo'n hele pot vol. En dan kunnen we weer, anderhalve week, 2 weken verder. Ja, je moet natuurlijk niet een hele bakje vol scheppen. 2 scheppen is dan genoeg. Beetje uitspreiden. En heb je toch nog wat harde kokosolie, nou dat vermengt zich wel tijdens het bakken. Zo. Dus heerlijke granola. Wat ik al zei, in de oven, 180 graden, 18 minuutjes. Haal het eruit, rozijntjes erbij, af laten koelen. En een heerlijk ontbijtje 's ochtends. Ik zou zeggen veel succes en eet smakelijk.